David Gevaert, opnieuw als leider in een competitiewedstrijd. Maar de tegenstander zit ook in goede doen. 6-6 gehaald. Wat denkt u van deze wedstrijd? Twee ploegen in de goede flow. Ik denk dat het vandaag een mooie match kan worden, een spektakelmatch kan worden. Maar we gaan er alles aan doen om rustig te blijven en om onze organisatie niet uit het oog te verliezen. En geduldig op zoek gaan naar het eerste doelpunt. Jullie missen Jannes van Steenkist, een van de beste Antwerpspelers in Lommel. En daar de wedstrijd uitgespeeld met een kruisbandblessure. Ja, dat is op adrenaline. Adrenaline verdooft. En ik denk dat Jannes de laatste 10 minuten op de adrenaline de match nog kunnen volmaken heeft. Maar ja, het is erg voor ons en het is zeer erg voor de jongen zelf. Pernikisi gaat hem dan vervangen op linksachter? Ja, hij heeft dat goed gedaan op Oostende. Zelfde verdediging van op Oostende. Dus ik denk dat de jongens in staat zijn om ook tegen Roeselaar een goede wedstrijd te spelen. En vooraan brengt u een tweede spits erin of gaat hij van de kant afspelen, Binst? Ja, nee, het is de bedoeling om vandaag te scoren. Dus hebben we gekozen om William Mawuzu in de spits bij Binst te zetten. En hopende om zo meer doeltreffendheid te hebben. Wat is een goede uitslag voor Antwerpen? Binst is genoeg? Ja, we gaan proberen om... we zouden graag winnen vandaag. Zoals alle wedstrijden trouwens. We zitten voor op het schema, maar we zouden graag voor blijven.